We zijn vandaag in Nijmegen bij de Bovemij. Aan tafel bij mij lid van de Raad van Bestuur Koen Post. Een hoop gebeurt het jaar bij de Bovemij. Helder opgezet als platform voor de autobranche. Meerderheidsaandeelhouder geworden van RDC. Ongetwijfeld nog een aantal ontwikkelingen die we moeten bespreken. Koen, welkom. Dankjewel. We hebben jullie welkom, hè? Jullie zijn te gast. Ja, dat klopt. Klopt helemaal waar. Dank dat we hier te gast mogen zijn. Leuk. Laten we eens aftrappen met Helder. Dit jaar het volgens mij toch wel een vliegende start gemaakt. Wat houdt Helder in? Nou, wat we met Helder willen bereiken is eigenlijk wat Funda is voor de woningmarkt. Hè. Als je een huis wil kopen in Nederland, dan ga je naar www.funda.nl. En wat wij proberen neer te zetten met Helder is een platform, het mobiliteitsplatform van Nederland. Dus dat je niet googelt van auto kopen of auto leasen, nee, dat je googelt helder.nl. Dat is het doel waarnaar we streven. Daar hebben we overigens nog een lange weg te gaan, maar de start ziet er veelbelovend uit. En jullie zijn het project begonnen met private lease for occasions, heb ik begrepen. Ja. Kun je kort zeggen hoe dat dan in zijn werk gaat, bijvoorbeeld voor een autobedrijf dat zich bij Helder wil aansluiten? Nou, waar het nu op neerkomt is dat wij consumenten proberen te interesseren voor private lease. En we hebben een doelgroep van consumenten die wat minder merkgevoelig zijn. Het eigenlijk niet zoveel uitmaakt met wat voor auto's ze rijden. Nou, ze zijn bereid om daarvoor te betalen. En die auto's die worden gewoon ingekocht door ons bij bedrijven die zich aangesloten hebben bij Helder. En wij financieren ze dan ook, uiteraard. En die auto wordt ook weer onderhouden door de Helderbedrijven. En de Helderbedrijven, dat zijn overigens allemaal BOVAG-bedrijven. Dus op die manier blijft dat private lease stuk ook behouden voor de branche. Want die auto's die worden ingezet, gefinancierd dan, als ik het goed begrijp, door Bovemij. Maar onderhouden door het bedrijf dat de auto's heeft aangeboden. Ja, en dat is eigenlijk bij alles wat we doen. Hè. Wij zijn er voor en door de branche. Wij zijn onderdeel van de branche. Of het nou gaat over schadesturing, gewoon bij autoschades. Hè, want dat doen we natuurlijk ook heel veel. Wij proberen alles in de branche te houden. Met margeovers voor de mobiliteitsbedrijven. In die zin zitten we anders in elkaar dan bijvoorbeeld andere verzekeraars. Want natuurlijk sturen die ook schades naar partijen toe. Alleen dan moet er korting verleend worden op arbeidsloon, op onderdelen. Nou ja, de vraag is of je dan uiteindelijk heel erg blij van wordt. Bij ons is dat niet zo. Hè. Bij ons kun je gewoon echt goed geld verdienen aan schades die wij sturen. Dat geldt eigenlijk bij alles wat we doen. Want dat klinkt ook wel logisch, want jullie zijn natuurlijk, of hebben de BOVAG als meerderheidsaandeelhouder, voorstuk van de aandelen. Dus in die zin zijn jullie in tegenstelling tot andere financieringsmaatschappijen natuurlijk ook van de branche. Ja, voor een groot deel, of misschien zelfs wel helemaal. Helemaal. Hè? Ja. We hebben in totaal, als ik me niet vergis, 260 aandeelhouders, ruim 260 aandeelhouders. Waarbij inderdaad BOVAG een 82% van de aandelen heeft. Maar zeg maar de andere 260 of 259 zijn ook allemaal partijen die geleerd zijn aan de branche. He, dus het is allemaal voor en door de branche. En nu zijn jullie als Bovemij eigendom geworden afgelopen jaar van RDC. Althans groot aandeelhouder. Ja. Want er is nog, de bedrijfsvereniging heeft ook nog een klein deel van de aandelen, begreep ik. Ja. Hoe gaat die integratie plaatsvinden? Waar zijn jullie kruisbestuivingen tussen beiden? Nou, dat weten we nog niet helemaal precies. Kijk, in eerste instantie is het zo, het RDC is en blijft een zelfstandig bedrijf. Want je geeft er recht aan, de Bovemij wordt wel voor ongeveer 70% aandeelhouder. Aan de andere kant zit de RAI. Er zit een zelfstandige directie op met een zelfstandige raad van commissarissen. En dat moet ook. Want data, daar heb je met privacy te maken, et cetera. Dus het is en blijft een zelfstandig bedrijf. Maar we gaan het komend jaar gebruiken om te kijken. Want iedereen heeft het over data in de toekomst. Hè? En iedereen wil een positie in de data. Dus wij denken dat data ons verzekerings- en financieringsbedrijf enorm kan helpen. Maar hoe precies weten we nog niet. Maar we gaan wel gezamenlijk met RDC natuurlijk een aantal producten ontwikkelen. Die ons als verzekeraar of als financieringsbedrijf gaan helpen. Dus dan zou je bijvoorbeeld de data van de RDC ook kunnen gebruiken om de producten van Bovemij nog verder te optimaliseren en te verbeteren? Bijvoorbeeld. Voor zover dat mag. Hè? Want kijk, we hebben natuurlijk een klantenkring bij ons verzekeringsbedrijf. Dat is voor een heel stuk dezelfde klantenkring die het RDC heeft. Hè? Want dat zijn ook die mobiliteitsbedrijven. Maar je moet dat wel altijd samen met die bedrijven doen. Hè? Want gegevens gebruiken, dat kan alleen als het toegestaan wordt door de consument of door de zakelijke relatie die het betreft. Hè? Ja, ja.
Ik wil toch graag nog heel even terug naar Helder. Dat is natuurlijk, ik begrijp, ja, ook een belangrijke stap, hè, die aandelen-transactie. Ja. Maar Helder is dan op dit moment toch nog even iets concreter. Wat kunnen we nou in 2017 verwachten? Wat voor ontwikkelingen op dat platform? We zitten dus nu met private lease voor gebruikte auto's. En begin volgend jaar zullen we een totaal ander product lanceren. Kun je al een tipje van de sluier oplichten? Nee, begin januari neemt besluit. We hebben een paar opties, maar we komen met iets heel anders. Maar het heeft allemaal betrekking op mobiliteit en op de branche. Dus. Ja, want uiteindelijk, dat is natuurlijk al een ambitieuze doelstelling, willen jullie met Helder de funda van de auto's worden, ja, eigenlijk. Dat is Niet alleen voor de auto's, voor de mobiliteit. Okay. Kijk, want we praten hier natuurlijk over mobiliteitsbedrijven. Daar denken we vaak aan auto's. Maar als je binnen de mobiliteitsbranche kijkt of binnen de BOVAG-leden, hebben we ook fietswinkels, we hebben rijschoolhouders, aanhangwagenbouwers. Nou, je hebt natuurlijk dealers, onafhankelijke autobedrijven. Er zijn natuurlijk veel meer vormen van mobiliteit dan alleen auto. En ons platform Helder gaan we proberen om al die mobiliteit aan te bieden. Dus ja, zeker niet alleen auto's. Dus het tweede product wat er gaat komen heeft waarschijnlijk wat minder met auto's van doen. Oké, nou dan kunnen er mensen die deze film Kom even in februari terug, zou ik zeggen. Dan kunnen we het demonstreren. Gaan we doen, gaan we doen. Jullie hebben in volgens mij het afgelopen jaar ook jullie eigen beeldmerk wat opgefrist. Klopt dat? Dat klopt. Kijk, wij transformeren. Wij zijn natuurlijk ooit begonnen als verzekeraar. En van oorsprong eigenlijk alleen maar aansprakelijkheidsverzekeraar voor garagebedrijven. Maar we hebben het hele bedrijf doorontwikkeld. Dus we doen nu alle mobiliteitsbedrijven, wat ik net ook aangaf. Ja. We hebben ook een inkomensbedrijf. Dus we verzekeren ook de werknemers van de branche. Maar wat veel belangrijker is, we gaan ook naar de klanten van de branche toe. Dan verkopen we financiële producten, verzekeringen, financieringen, pechhulp, aanvullende garantie via de showrooms. Gaan die naar consumenten toe en vanuit de filosofie dat die consumenten ook bij de branche blijven. Dus als er iets is, komt het weer terug naar de branche met marge voor de branche. De volgende stap die we gezet hebben, we een financieringsbedrijf opgezet. Dus we zijn echt financier geworden van de branche. En daar zijn we ook gestart met een aantal leasemaatschappijen die we gezamenlijk met de branche neerzetten. En de volgende stap is weer Helder, die de consument weer aan de branche moet binden. Dus je ziet dat wij van verzekeraar eigenlijk omgeschakeld zijn naar totale dienstverlening. Nou, tot voor kort hadden we zeg maar 4-5 merken in de markt staan. Bovemij verzekeringen, Bovemij financieringen, Bovemij rechtshulp. Nou, nog een aantal. En nu zeggen we het is gewoon één Bovemij. En Bovemij is de financiële dienstverlener voor de mobiliteitsbranche. Dus veel breder dan alleen verzekeringen. En dat is ook de reden van het nieuwe logo geweest. Ja, nee, dat snap ik. Dus echt een aanbieder. Ja. Wel natuurlijk met de link naar de financiële kant van de markt. Ja. Daarover gesproken tot slot. Want dat betekent ook dat je toch ook bij de bedrijven, bij je klanten in de keuken kan en mag kijken. Omdat je ze natuurlijk ook, neem ik aan, van advies voorziet. Ja. Vanuit financieel perspectief in de autobranche. Wat voor jaar gaat 2017 worden, verwacht je? Vanuit financieel perspectief? Nou, je hoort dat de economie weer aantrekt. Maar aan de andere kant, wat je net ook vertelde, is het toch ook zo dat er heel veel bedrijven zijn, ook bijvoorbeeld die niet onderdeel zijn van de branche, die heel graag een stuk van die marge naar zich toe willen halen. Dus er zijn wat uitdagingen. Ja, absoluut. Nou, kijk, als je breed naar de branche kijkt, het aantal daken, als je het hebt over dealerbedrijven, zie je natuurlijk al jaren afnemen. En dat blijft afnemen, is onze inschatting. Je gaat steeds meer concentratie krijgen rondom grotere mobiliteitsbedrijven. Ik wou zeggen autobedrijven, maar die bedrijven ontwikkelen zich ook. Die zitten ook steeds meer in financiële dienstverlening. In lease zijn ze natuurlijk groot aan het worden. Nou, die ontwikkeling zal volop doorgaan. Ik verwacht dat de mobiliteit alleen maar toe zal nemen. Dus de behoefte aan mobiliteit, dus ook aan het financieren van mobiliteit en het onderhouden, of net hoe je het noemt, van mobiliteit, die behoefte zal toenemen. De verkoop, dat is moeilijk in te schatten. Ik denk dat dat niet zal toenemen. Ja, dus die markt die verandert en de autobedrijven die moeten daar... Moeten daarop inspelen? Nou ja, elk bedrijf moet inspelen op veranderingen. Of je een autobedrijf bent of verzekeraar, financier. Maar dat geldt voor de plaatselijke middenstand. Dat geldt voor supermarkten. Je moet altijd doorontwikkelen. Ja, dat wordt wel eens gezegd dat we niet allemaal even snel in zijn. Maar, Nee, maar ik denk dat komt omdat wij in die branche actief zijn. Dan vinden we natuurlijk allemaal dat het te langzaam gaat. Maar ik denk dat het in andere branches niet veel anders is. Nee. Ik schat dat die ook allemaal te langzaam ontwikkelen. Of te langzaam. Ja, langzaam. We doen het in de autobranche helemaal zo slecht nog niet.
Nee, ik denk dat dat wel meevalt. En het kan natuurlijk altijd sneller, maar het is ook maar net welke positie je in de markt hebt. Nou, je kunt ook wel zeggen, ik wil heel snel naar iets anders doorschakelen. Maar ja, als je net een paar nieuwe panden hebt, grote panden, ja, dan moet je er ook iets mee. Dus ja. Ja, nee, duidelijk. Dus ik ben er niet zo negatief over. Het is natuurlijk wel zo dat het constant zal veranderen. En er wordt natuurlijk steeds meer geschoven naar gefinancierde mobiliteit, abonnementsystemen, meer lease. Maar oké, als je daar een positie in hebt, hoeft dat niet verkeerd te zijn. Nee. Duidelijk. We kunnen positief 2017 in. Koen, ik wil jou hartelijk danken voor je tijd en dat we hier uiteraard te gast mochten zijn. Nou, heel graag gedaan. Ik hoop ook dat we een heel mooi 2017. Zeker.